In 2014 kwamen er explosief meer vluchtelingen naar Europa. Dat jaar passeerden ruim 280.000 asielzoekers de Europese grenzen. De jaren ervoor was dat nog minder dan de helft. Een deel van de groep vroeg asiel aan in Nederland. De vestiging van deze groep in ons land leidde in sommige gemeenten tot onrust. Voorzitter, ik onderbreek u even. Ik zou u willen verzoeken even hier te blijven zitten tot wij hier naar buiten gaan. Ja. Bijna 30.000 mensen vroegen in 2014 asiel aan in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds 2002. Tweederde van die mensen heeft daadwerkelijk een asielvergunning gekregen en zij mochten dus blijven in ons land. Het grootste deel van hen kwam uit Syrië en Eritrea. Inmiddels zijn zij 3 jaar in Nederland en hebben zij een bestaan opgebouwd. Hoe vergaat het ze hier? De meeste Syriërs uit de groep van 2014 vinden binnen een paar jaar een eigen woonruimte in Nederland. Na 1,5 jaar in ons land had al 90% van hen een eigen huis. Ik kan een plan maken voor mijn leven. Ik ga ook eerst het huis maken, eerst die alles moet ik mezelf doen. Dan ga ik studeren. Eritrese asielzoekers vinden een moeilijkere woonplek. Maar 75% van die groep heeft een eigen woning. Het percentage vluchtelingen dat werk vindt is een belangrijke graadmeter voor de integratie. Over de werkloosheid bij statushouders luidde de Sociaal-Economische Raad eerder dit jaar de noodklok. Maar 5% van de Syrische en Eritrese vergunninghouders uit 2014 had na 1,5 jaar een baan. I'm here for 10 months now. You already have a job? Yeah, I was lucky to get a job, yes. There before it was like make you crazy, you know. Do nothing, you don't have a friend, you don't have a relation people here. Just sitting, maybe 1 month you will get crazy, yeah. That's why I should to go out, I look the job and I have communication with the people. Vrijwel alle Syrische en Eritrese statushouders die tussen 2014 en medio 2016 naar Nederland kwamen, belanden in de bijstand. 1,5 jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning in 2014 ontving ruim 90% een bijstandsuitkering. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken deed afgelopen maart een oproep aan het nieuwe kabinet om vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Als ze niet gelijk bij aankomst beginnen met het taal leren, een opleiding volgen, werken en een woning zoeken, ontstaan grote achterstanden. De generatie uit 2014 lijkt die achterstand al te hebben opgelopen.